De volle hal, fantastisch ook. Dat gewoon vandaag zo was. Dan heb je geen wedstrijd maken. En ja, dan starten we gewoon eigenlijk wel heel erg goed. Maar we scoren niet. En, wat was dat het breekpunt? Begin van die derde set? Nou, de eerste drie paas waren perfect. Alleen slaan we op een eenmansblok uit. Nou, weet je, dat is een beetje in de rit aan het risico. Maar eigenlijk mag het niet gebeuren. Want eigenlijk had ik het gevoel, we zijn in staat om deze set door te trekken. Zo begonnen we ook wel. We komen gelijk op 2-1 voor. Zij maken een 2-2. Dan hebben we eigenlijk een hele goede paassituatie. Maar dan komen we niet tot scoren. En dan, weet je, voor je het weet, had ik 2 termaat genomen bij 9-2 volgens mij. Ja, en dan is het wel... Ja, dan is de wedstrijd wel bijna gespeeld, zeg maar. Zo oogt het ook een beetje. Dat vond ik wel een beetje de kritiek van die we vandaag, waar we dan een beetje kritisch op mogen zijn. We hadden ontzettend goede energie in. Alleen in de fase, in de derde set, nou, vond ik daar net even iets te matig om ook het geloof, zeg maar, te brengen dat je 9-2 om kan buigen. Ja, want dat hebben we ook daar laten zien in de tweede set toen we 13-6 achter stonden. Ja, dan is het gaatje vergelijkbaar 9-2. Ja, dat is ook gelukt. Nou ja, weet je, in de vierde set doen we eigenlijk het wel goed, alleen staan we paarsen wat te veel naar druk. En dat is eigenlijk jammer, want ik had het ons wel gegund om een vijfde set te spelen vandaag. Zeker, misschien ook wel verdiend, want ja, dat Montpellier is natuurlijk gewoon uiteindelijk een hele goede tegenstander. En dat je dan ook hier zoveel weerstand biedt, dat zegt toch ook wel iets over de ontwikkeling van het team weer. Ja, maar weet je, we hebben ook wel wat lessen geleerd van de reguliere competities tot nu toe. En de kunst is om die lessen ook door te vertalen naar je eigen spel. En volleyballend, maar ook in gedrag. En als het goed gaat, is dat makkelijker. Als het wel minder gaat, is het wat moeilijker. Maar we moeten wel gewoon met overtuiging een aantal elementen van ons spel blijven brengen. Om een wedstrijd zoals deze ook te brengen. En weet je, dat zit dus ook wel een beetje op gedrag. En als we dat kunnen brengen, dan zijn we staan om goed te volleyballen. En als we dat kunnen combineren met heel veel goede acties, dan zijn we een hele goede ploeg. Maar het werkt niet zo vaak andersom. Dat je goede acties camoufleert met wat weinig overtuiging of wat weinig energie. Zo werkt het over het algemeen niet.